8 miljoen. Je pakt de camera, pak de camera. Hallo mensen, vet dat jullie weer kijken naar de dagelijkse uploads van mij. Leuk dat jullie kijken trouwens. Ik ga vandaag 10 duurste auto's ter wereld showen op mijn mobiel. Ik dacht, de vorige video was zo leuk met 2 beelden en het editen was gewoon veel leuker. Dus ik dacht, ik doe het gewoon nog een keer. De eerste auto is een Koningseggerij. Ik weet niet hoe je dat zegt, Agera of zo. Agri of zo. Die is 1,52 miljoen euro. Jezus, menezes. De PPPPS is gebouwd door het Zweedse autobedrijf Koningseg. Dit monster heeft meer dan 1 miljoen 1000 pk en beschikt over alle twin turbo's. Ik weet niet wat twin turbo's is, maar ik denk dat dat best wel snel is, mensen. Oké, we gaan kijken naar de andere. Dit is de Koningseg Agri en die is 1,6 miljoen euro. En dat is ook wel een mooi autootje. Daar zou ik ook wel later in willen rijden. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat zou wel super vet zijn natuurlijk. Hoe noem je dat? Daar zo is een wasmachine en die draait ook. Sorry daarvoor mensen. Dan gaan we naar de volgende. En dat is de Aston Martin 1-77 en die is 1,8 miljoen. Ja, jezus menezes. Het zijn echt gewoon dure auto's. Moet je zien hoe cool die eruit ziet gewoon. Echt super cool. Hij ziet er gewoon echt super mooi uit. En het is gewoon een strak karretje, zeg maar, om het zomaar te noemen. 7 is Ferrari 599XX. Die is 2 miljoen maar liefst. Hij ziet er minder uit. Ik vind deze mooier dan deze hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vind die er strakker uitzien dan deze. Dus mensen, dat is je eigen mening. Dat is iets wat, ja, wat gewoon is. De Koningseg CCXR. 2,173 miljoen. Dat is wel een mooie bak, moet ik eerlijk zeggen. Deze is wel hartstikke mooi. Ik moet zeggen dat de kleur zwart van een auto vind ik altijd het mooist. Maar dan mat zwart, zeg maar. Dus echt mat zwart is dus een ander soort zwart. Je moet maar even op internet kijken. Mat zwart, dat ziet er super mooi uit. Gaan we naar de volgende. Lamborghini Sesto Elemento. Die is 2,2 miljoen. Pas, zo. Zo tegen je gezicht aan, weet je. Het is het idee gewoon dat een auto zo duur kan zijn. Maar dan heb je wel wat, moet ik eerlijk zeggen. Dan heb je wel wat. Nou, dan gaan we naar de volgende. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Wow, hele naam, serieus, hele naam. Maar ja, kijk hoe mooi die eruit ziet. Ik vind sowieso, ik wil later wel een auto die een beetje zwart is inderdaad. Gewoon een zwarte auto. Oh, iemand volgt me. Gewoon een zwarte auto. En ja, dat is gewoon super cool natuurlijk. Oké, okay. W-Motors Lycan Hypersport 3,4 miljoen. Hij is wel mooi. Eerlijk is eerlijk. Hij is mooi. Kan ik kijken? Dat is een mooi bakje. Een mooi autootje. Laten we het zomaar zeggen. Autootje. Nee. Maar jongens, de Lamborghini Veneo Roadster 4,5 miljoen. Holy guacamole. Dat is gewoon niet normaal. Maar voor zo'n prijs heb je wel een mooie auto. Eigenlijk die auto moet je gewoon in het zwart hebben, vind ik eigenlijk wel. Maar we gaan naar de volgende. Maybach Escalero 8 miljoen. Serieus, 8 miljoen euro. Jezus, menezes. En ik moet zeggen dat deze mooier is dan die hoor. Dus ja, weet je. Als ik voor deze twee moest kiezen, dan zou ik sowieso deze nemen. En dan in het zwart, mat zwart. Dus ja, dat waren de auto's al. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Trouwens, als jullie meer willen dat ik met twee camera's ga werken. En dat ik überhaupt gewoon twee camera's pak.
Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie weer morgen. Dagelijkse uploads. Doei.